Wauw. Schat, je hebt gelijk. Kepelari, hun nieuwe website, is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is vernieuwd, so click it anywhere. Or anytime. Hallo, goedemiddag. Goedendag, spreek met de driver van Kepelari. Hey, we staan bij hier voor de deur. Click it anywhere, anytime. Troy, waar is deze pizza? Oh, sorry. Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Mijn gast vandaag is Sandrina Hunsel. Sandrina is natuurlijk geen onbekende in de Surinaamse gemeenschap. Volleybalster, maar denk ik meer nog bekend van haar motivational speeches en empowering talks die ze met jongeren heeft. Ze heeft ook een radioprogramma bij Beat FM gestart vorig jaar, 2019 december moet dat zijn. En aanstaande week is haar laatste aflevering. En waarom dat haar laatste aflevering is, dat goede nieuws verdeelt ze met ons vandaag in deze aflevering van Q-Time. Goedemorgen Sandrina, welkom in Q-Time. Thank you, Adet. Je hebt net het goede nieuws aan me verteld, ik wist het helemaal niet, maar er komt een kleine Sandrinatje. Ja. Ja, gefeliciteerd, wat leuk. Thank you. Okay. Weet je alles dat een jongen of een meisje is, of is dat een verrassing? Het is een verrassing, Okay. Voor iedereen. Ik weet het al. Jij weet het al, maar verrassing voor de rest. Okay, prima. Ja. Heel erg spannend gaat dat worden. Sandrina, jij bent natuurlijk geen onbekende in die Surinaamse samenleving, voornamelijk uit sport. Maar op een gegeven moment heb je echt ook geprofileerd als motivator en als een persoon die zeker de jongeren wil empoweren, hè? Ja, dankjewel. Okay. Wat ga je met die aspiratie doen? Want ik weet dat het wel een onderdeel is van jou. Dus er komt sowieso een kleintje. Wat gebeurt er dan? What's the message you're sending? Waar sta je nu in het leven om de boodschap die je wil verkondigen te stimuleren? Vertel. Het is een hele nieuwe wereld, denk ik, dat voor me open zal gaan. Ook de pregnancy is ook al helemaal nieuw. Alhoewel ik me wel normaal voel, maar toch van, hey, what's next? En inderdaad, ik ben nog steeds, het is eigenlijk een beetje mijn passie, kan je zeggen. Ik voel het echt vanuit binnen om met jongeren bezig te zijn, ook met jongvolwassenen, om ze te poweren. Ook door dingen die ik zelf ben heen gegaan, om ze uit te leggen of om ze een living example van, hey, ik voelde me zo, maar kijk hoe het nu gaat. Of je weet toch, die guidance en zo. Yeah. Om het uiterste uit jezelf te halen, want uiteindelijk zit alles al in je. Maar het is de bedoeling dat we dat uit ons gaan halen. En dat heb ik dus de afgelopen jaren, sinds ik heb ontdekt van, hey, ik ga er echt voor. Ongeveer in 2014 ben ik met Motivationals gestart. Dan, ja, ik heb op verschillende manieren gedaan. En nu dat ik zelf ook een kindje krijg, heb ik mezelf gezegd van, oké, we gaan kijken hoe je de hele moederschap ervaart. En daaruit gaat er weer iets anders vloeien, denk ik, om op een andere manier weer met een ander project weer bezig te zijn. Dus ik ben helemaal open ervoor wat op mijn pad zit. En ik ben ready. Het leven voedt je. Ja, klopt. Ja, geeft klopt, je de richting welke kant je uit moet. Oké, er is één ding dat waar ik ook even met je over wilde praten. Want dat is dus het radioprogramma dat je nu verzorgt. Want die gaat dus helaas stoppen. Maar vertel wat meer over het radioprogramma. Waarom ben je daarmee gestart? Want je vertelde dat je dat doet vanaf december vorig jaar, hè? Ja, klopt. Ja. Ik had in 2015 het idee al, rond de periode dat ik ben gestart met Motivationals, had ik het idee van, hey, wat als ik muziek met een motivatietalk combineer, je weet toch? Dus dat ik een liedje draai en dan over bijvoorbeeld zelfvertrouwen en dan ga ik ook een beetje praten over zelfvertrouwen. Maar het was toen nog niet de tijd, daarom sta ik ook gewoon helemaal open ervoor van, hey, whenever God says go, I'm gonna go. Want in 2015 is het dus niet gelukt. Ik had wel gesolliciteerd, maar het was nog geen match. En vorig jaar kwam hetzelfde gevoel weer naar boven. En ik had gehoord over het radiostation
92.1 Beat FM. En ik wist dat Nidia Breeveld de manager was daarvan. Dus ik bel haar op en ik zeg ervan, hey Nidia, ik heb een idee. Kan ik het even met je bespreken? En Nidia is een beetje gek, om het in een positieve zin. Dus zij sprong helemaal op me van, ja Sandrina, go! En ik heb een cursus gehad in de studio van de heer Vincenzo. En heeft me alles uitgelegd hoe de dingen werken. Maar gewoon, ik had de vrijheid om uit te vinden hoe ik het precies kon doen. Hoe het in elkaar zat met radio en muziek en praten. En het was echt een leuke uitdaging. Ik heb dus dan een programma uitgezet vanaf december tot december 2019 tot december dit jaar. Ik heb een thema gebonden aan elke maand om zo ook een beetje guidance te hebben. En zeg maar bijvoorbeeld ik ben begonnen met liefde in december. En dan had ik ook gasten die vertelden over hun journey naar self-love. Dus zo elke maand had ik een ander thema om de mensen te empoweren. Niet alleen door de muziek en door mijn eigen verhaal. Op een gegeven moment ook door gasten. Yes. Ja, oké. Very nice. Very nice. Maar ja, nu ga je stappen. Ja, klopt. Ik heb... Ik zeg het zo enthousiast, no? Het is nou, er komt een baby voor in de plaats. Dus dat mag wel een beetje enthousiasme bij. Ik ben inderdaad enthousiast over de reden waarom ik stop. En dat is dus omdat ik ook dit deel van mijn leven de totale focus wil geven. En hoe je draait of keert, er gaat wel werk in zitten. Ik heb een fulltime baan ook. Die ga ik niet stoppen. Nee, er moet wel brood op de plank. Dus dit project wat ik dan had opgezet, dat zou ik dan tot december doen. Maar om ook mezelf gewoon de rust en mentale voorbereiding te geven, misschien komen er al nieuwe ideeën in de tussentijd, dan heb ik gezegd van oké, ik ga de thema's van november en december dan schuiven in september en oktober. Dus vandaar dat volgende week eind oktober. Mijn laatste aflevering is van Empower with Sunflower. Oké, maar is het wel de bedoeling dat je terugkomt? Het is de bedoeling dat ik terugkom op waarschijnlijk een andere manier. Ja. Zoals ik zei, ik weet niet wat aan het project. Mijn hoofd is een beetje, hoe zal ik zeggen, bruisend, zeg maar. Ik wil verschillende dingen doen altijd. En het is een ontdekkingsreis. Het is, ik weet dat ik hou van motiveren en van empoweren en van positief bezig zijn. En ik sta er ook gewoon voor open dat of het komt hetzelfde terug, maar ik vind het ook helemaal goed als het anders terugkomt. Want uiteindelijk is de core empowerment. Ja. En ja, het was een goede leerschool zo weer dit afgelopen jaar. Zeker in deze tijd, ja, ik kan me voorstellen. Mm-hmm. Ja, dus waarschijnlijk was er een reden dat je daar moest zijn. Precies, ik heb er veel van geleerd. En ik heb ook de ommekeer moeten maken van in de studio naar videochats, het juiste programma vinden. Hoe ga ik het doen? Hoe blijft het interessant? Gemotiveerd blijven, ook al kijkt niemand bijvoorbeeld. Dus het was een goede... Goed groeimoment, goed groeiproces. Ja. Oké. Hoe heb jij de coronaperiode ervaren? De coronaperiode, toen het pas begon, ervaarde ik het als rust. Ik kan eindelijk rusten, want ik was dus de hele tijd bezig met volleybal. En dit jaar bied ik meer coaching van de volleybal, van het volleybalteam. Ja. En hoe je draait of keert, soms raak je wel op. Ondanks je het ervan houdt. En het heeft me wat rust gegeven, want alles is dus stopgezet. En ook wat denktijd, bedenktijd. Maar tegelijkertijd was het ook een hele verdrietige periode, want je ziet hoeveel mensen pijn hebben. Mensen overlijden. Het blijft gevaarlijk. Je blijft in de spanning. Dus het was echt een balans kunnen vinden tussen een nieuwe manier van leven, maar ook gewoon het meeleven met de mensen die het wel moeilijk hebben. Mensen hadden geen brood. Ik heb wel het geluk dat mijn werkgever
voor zorgden dat we gewoon door konden blijven werken. Toch? Dat we niet onze baan kwijt hoeven te raken. Maar zoveel mensen hebben dat niet. Dus het is echt even kijken van, oké, ik ben gezegend, maar hoe gaat het met andere mensen? Dus vandaar dat ik ook heb gekozen ervoor om het programma gewoon door te doen. Want ik dacht, alles in het nieuws gaat over COVID. En ik wil proberen om het lichtpuntje te zijn. Ja. Maar het normale leven gaat ook gewoon door natuurlijk. Hè? Dus dat is niet gestopt omdat corona er is. Klopt. Nee, oké. Dus dat is inderdaad wel goed. Ja, eigenlijk als je mensen vraagt over hoe het nu met corona gaat, heb je altijd hetzelfde antwoord. Een beetje rust en daarna weer een, toch weer, weet je, je leven weer een beetje normaal invulling proberen te geven aan de ene kant. Aan de andere kant mooie initiatieven die gestart zijn. En dat heb je zeker wel. Daar hebben we veel kennis mee gemaakt in dit programma de afgelopen maanden. Dus dat is natuurlijk ook wel mooi. En natuurlijk ook een stukje persoonlijke ontwikkeling die iedereen heeft gemaakt. En dat, waarom haal ik dat aan? Is omdat ik het heel erg mooi vind dat iedereen is zijn eigen individu. En toch beleven we met z'n allen hetzelfde traject. Dus dat vind ik wel bijzonder in het kader van motivatie voor motivatie voor mensen van hey, je bent niet alleen, we gaan allemaal door en, dezelfde fases van wat er aan het gebeuren is. Goed, hoe ben jij je nu aan het voorbereiden op de komst van je kindje? Is de babykamer al klaar? Wat heb je allemaal al gedaan? Wat gebeurt er? Wel, ik ga naar dansles. Oké. Om de bevalling wat makkelijker te maken, hè? Met een beetje in beweging houden. Ja. Nee, ik denk dat ik nog aan die voorbereiding moet gaan werken. Oké, is goed. Wel, na oktober, na je laatste aflevering, dan zal dat inderdaad de focus zijn. Ja. Ja, nou oké, is een mooi vooruitzicht om naar te kijken natuurlijk. Hè? Goed, dans is ook erin tot de laatste dag, geen probleem, je weet toch. Maar die babykamer moet wel ready zijn, hè Sandrina? Ja, we zijn wel al die dingen aan het bestellen en zo. Maar ik heb het nog niet geregeld. Oké, is goed. Wanneer moet de baby komen? In januari. Oké, nou, je hebt nog wel even tijd. Als alles goed is, nog 2,5 maand, 3 maanden. Dus genoeg tijd om dat te doen. Hey, het was fijn om met je te praten. Hartelijk bedankt voor je gesprek. Very nice. Leuk dat je inderdaad in dit moment hebt genomen om terug te blikken op je jaar van je radioprogramma. Is echt prachtig. Ook dat je het ook gewoon echt dat afgesloten hoofdstuk maakt. En dat je hebt gezegd, oké, dit was de periode waarin je bijdrage hebt geleverd. Maar ik zou zeggen, krijg een baby, laat het leven daarna weer settelen en daarna zien we je ongetwijfeld of horen we je ongetwijfeld weer terug met de goede boodschap voor de volgende generatie. Dankjewel Sandrina. Oké, bye. Bye. Spannende tijden dus voor Sandrina. Er is een kleintje op komst en dat kondigt ook weer een nieuwe fase van het leven aan. En ongetwijfeld zal het ook deze jonge vrouw inspireren om in de volgende fase van haar leven nog steeds te motiveren, maar dan waarschijnlijk vanuit een ander standpunt. Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Cute Time. Tot de volgende keer. Wauw! Stap, je hebt gelijk. Kepelani, hun nieuwe website, is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is van nu. So click it anywhere. Or anytime. Hallo, goedemiddag. Goedendag. Spreek met de driver van Kepelani. Hey, we staan bij u voor de deur. Click it anywhere, anytime. Roy, where's these pizza? Oh, sorry. Wij doen elke dag ons best om het beste te presenteren via Supreme TV. Hopelijk geniet u ervan. If so, subscribe, like en share.